Rockstar heeft eindelijk nieuwe informatie gedeeld over de GTA 5 en GTA Online Next Gen versies voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. We weten nu wat we mogen verwachten van de update, wat je meekrijgt met je oude save-file en nog veel meer. We bespreken het voor je in deze video. GTA 5 en GTA Online komen vanaf 15 maart naar de nieuwe consoles. En als je de game alvast hebt besteld, mag je hem ook alvast downloaden. Oftewel Preloaden vanaf 8 maart. Dat is dus voor de digitale versie van de game. De fysieke release zal uitkomen in april. Mocht je liever een doosje in je kast hebben staan, moet je daarop wachten. Laten we beginnen met de nieuwe features van GTA V. Grand Theft Auto V ondersteunt drie nieuwe graphics settings voor spelers. Fidelity Mode draait op de hoogste visuele settings, dat is native 4K met ray tracing op 30 fps voor zowel PS5 en Xbox Series X. Xbox Series S ondersteunt een opgeschaalde 4K-resolutie. Performance Mode richt op 60 fps met een upskilled 4K-resolutie voor PS5 en Series X en 1080p op de Series S. Performance RT is een hybride van Fidelity en Performance Mode, die GTA 5 laat draaien op een opgeschaalde 4K met ray tracing. En die richt zich op 60 fps. Deze is enkel beschikbaar op PS5 en Xbox Series X. Waarschijnlijk wordt deze Performance RT-mode de fijnste mode om op te spelen. GTA V maakt ook gebruik van de DualSense-controller op de PS5... met haptics en andere adaptive triggers, feedback... en bevat ook Tempest 3D-audio voor PS5... en Special Sound voor Xbox Series X en S. Beide consoles hebben snellere laadtijden... wat misschien nog wel de meest lekkere nieuwe functie is. Rockstar belooft ook high-end PC-visuals op console... waaronder verbeterde populatie en verkeervariatie... verbeterde dichtheid in vegetatie... verbeterde belichting in schaduwen... Waterreflectie en andere elementen. Plus daarbij nog verbeterde anti-aliasing, motion blur, nieuwe gedetailleerde explosies, vuur en nog veel. Meer. De game wordt dus drukker met mensen, bomen, planten en auto's, maar ook nog eens vele malen mooier met daarbij indrukwekkende explosies. Voor Grand Theft Auto Online is House Special Works toegevoegd aan de Los Santos Car Meet. Hiermee komen onder andere nieuwe upgrades, een nieuwe klasse voor races met modded voertuigen en een wekelijkse rotatie van House Special Works Time Trials en Premium Test ride naar de game. GTA Online is ook beschikbaar als standalone titel voor PS5 en Xbox Series X en S. En kan in de eerste drie maanden zelfs gratis geïnstalleerd worden voor PS5-spelers. Check dus vanaf 15 maart de PlayStation Store op PlayStation 5 om de game te testen. Nieuwe spelers krijgen in GTA Online een Career Builder waarmee ze aan de hand worden genomen en gratis 4 miljoen GTA-dollars krijgen om wapens, voertuigen en vastgoed te kopen. Dat is een mooi bedrag om je GTA Online avontuur mee te beginnen. Je kunt ook je bestaande personage overzetten naar de nieuwe versie, maar dit kan maar eenmalig, zegt Rockstar. Je kunt voor één keer je GTA Story Mode en GTA Online Progressie overzetten naar de nieuwe generatie consoles. Bij de migratie van je bestanden behoud je al je GTA-dollars, stads, vehicles, properties, weapons, clothing en player create jobs. De transfer gaat via het Rockstar Games Social Club-account, dus check die pagina om je personage over te zetten. Je kunt als je wil vanaf vandaag al de story mode transfer doen door in het pauzemenu van GTA 5 naar het game tab te gaan en te drukken op upload save game. Saves zijn 90 dagen te downloaden nadat je ze hebt geüpload. Dit is wat we hebben geleerd over GTA 5 en GTA Online voor de next gen consoles. Wil je mee weten? Abonneer dan op ons kanaal want we houden je altijd up to date over het laatste gaming nieuws. Vond je deze video nuttig? Dan kun je ons enorm helpen met een like en dan hoop ik je, je weer te zien in de volgende video.